Veel dieren vinden het niet leuk om naar de dierenarts te gaan. Het is onze missie om het welzijn van honden te verbeteren door ervoor te zorgen dat ze minder stress ervaren bij de dierenarts. Dit zorgt ervoor dat ze beter behandelbaar zijn, dat ze betere medische zorg kunnen krijgen, maar ook dat er minder risico's zijn om gebeten te worden. Voor de dierenarts, de paraveterinair, maar ook voor u als eigenaar. Ik ben Chantal Koptijn, gedragsbioloog en gedragstherapeut bij Blij Viervoeters. Moet jouw hond ook de weegschaal opgesleurd worden bij de dierenarts? Of ben je dierenarts en heb je moeite om gewicht te bepalen en de juiste dosering voor de hond te bepalen, omdat die hond niet lang genoeg stil blijft zitten op de weegschaal? Nou, hier is heel goed iets aan te doen door de hond op een positieve manier te leren netjes op de weegschaal te gaan zitten in ruil voor een koekje. En op die manier doet de hond gelijk een positieve ervaring op en voorkom je dat hij stress opbouwt en dat hij eigenlijk al gestrest is voordat überhaupt de hele behandeling nog moet beginnen. Nou, we gaan natuurlijk niet aan zijn halsband trekken, want dat is geen leuke ervaring voor de hond. Maar we houden hem een koekje voor zijn neus en dan gaan we hem langzaam sturen, zodat hij zelf de weegschaal oploopt. En dan kan je hem natuurlijk daarna gewoon het zitcommando geven. Zit. En blijf. Goed zo. Dan gaan we eens even kijken, blijf, hoe zwaar jij weegt. Goed zo, jongen. Klaar. Kom maar. Goed gedaan. Ik ben Chantal Koptijn, gedragsbioloog en gedragstherapeut bij Blije Viervoeters. Bedankt voor het kijken.